De reden dat ik voor deze locatie heb gekozen is dat het heel fijn was dat het bij mij heel erg in de buurt was. En het was mooi weer, super mooie dag. En het ziet er gewoon... Ik vind het er heel mooi uitzien in ieder geval. Het heeft wel wat. Ik ben Laura Shin. Ik maak Nederlandstalige popmuziek. Popluistermuziek. En ik ga een paar liedjes spelen voor Going Jupiter Sessions. Zonder jou gaat over iets accepteren waarvan je toch al weet dat het er heel lang aan zit te komen en dat eigenlijk ook wel heel rustig kan voelen of zo. Als je het dan loslaat. Zonder jou.
leren. En nee, ik wil niet meer vechten als ik weet dat dit toch wel gaat gebeuren. Welk nummer ik het meest trots op ben? Vind ik wel echt heel lastig. Ik had een tijdje, echt bijna 2 jaar, dat ik heel weinig nieuwe nummers schreef. En toen was het eerste nummer wat ik schreef sinds heel lang, Alles wat je zegt. Die heb je nu niet gespeeld, maar die staat wel op mijn YouTube-kanaal. En ik was daar heel trots op, omdat het en het eerste nummer was na heel lang niks af kunnen maken. En ik was ook heel blij mee geworden met hoe het klonk. Dus dat was wel een extra fijn gevoel voor mezelf. Dat je dan zo denkt van, oh ja, het zit er dus toch nog wel in. Dus ik denk tot nu toe Alles wat je zegt. Die fase. Ja, ik had het gevoel dat ik geen inspiratie had. Maar dan zeggen mensen ook wel, ja, je kan ook schrijven zonder inspiratie. Dus denk ja, maar misschien geldt het dan niet voor mij. Maar ik weet niet, ik vond niks wat ik bedacht vond ik leuk. Dus dan heb ik ook niet het gevoel, oh, ik ga het afmaken. Terwijl soms word ik heel enthousiast van een idee. En dat had ik dan ook weer met Alles wat je zegt. Dat dan het eerste ding kwam in me op. En toen had ik echt van, dan krijg je meteen zo'n gevoel van, dit wil ik afmaken. En in die periode dat ik niks af kon maken of af wilde maken eigenlijk, had ik bij alles meteen aan het begin zoiets van, nee. Ja, alles wat in me opkwam, vond ik gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk dat het probleem meer een soort van in mezelf lag ook wel. Maar het was wel fijn dat het dan nu weer beter gaat in ieder geval. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets dat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja. Zing je mee? Ik wil niet weten wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Na 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 na. Hey, ik heb geen probleem. En ik vind niemand raar. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit simpel in elkaar. De man in de straat zegt, het is nooit te laat. Ik ben nog geen soldaat, maar ik weet hoe je de trekker overhaalt. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Hoef niks te eten, heb geen antwoord klaar. Heb ook geen plannen verder. Hey, jou mijn auto lenen, hou hem maar. Yippee.
CIA. Ik wil alleen maar zwemmen. Vrienden heb ik ook gespeeld, of die heet eigenlijk Ina. Dat gaat over mijn beste vriendin. En ik had eigenlijk nummer voor haar geschreven, wat ik best wel lastig vind om een nummer voor iemand te schrijven. Maar het was omdat zij ging verhuizen naar Londen, terwijl ze altijd 7 minuten bij me vandaan wonen. Dus dat was nogal een grote verandering. En ik vond het wel leuk om haar dan iets speciaals te geven en dit voor haar te maken. Want onze vriendschap betekent ook wel veel voor mij. En ik vind het dan ook wel mooi om daar ook een liedje over te hebben, naast liefde en verdriet, zeg maar. En de Spinvis cover heb ik gespeeld omdat het eerste nummer was wat Going Jupiter Sessions van mij had gezien. Dus ik vond het wel leuk om die ook te spelen. En het is gewoon een mooi nummer, vind ik. Ik denk dat ik het liefst zou willen optreden ooit in de Ziggo Dome of zo, of de AFAS Live. Want ik vind juist de uitdaging om, in plaats van, de muziek heeft best wel de neiging om theaterachtig bestempeld te worden. Maar juist als we het met band uitvoeren en de uitdaging aangaan om meer de popkant en urban kant op te gaan, denk ik juist dat je een stukje theater naar de popscene kan brengen. En dat is eigenlijk, lijkt mij eigenlijk veel vetter om te doen. Dus Ziggo Dome, bel mij op. Ik wil het graag doen. Hoe vet zou het zijn als ze bellen? Mijn grootste muzikale inspiratiebron is vanaf het begin geweest Taylor Swift. Kennen jullie Taylor Swift? Omdat ik luisterde dat gewoon heel vaak toen ik 11, 12 jaar was. En toen begon ik ook met gitaar spelen. En ik heb dat album Fearless van haar zo vaak gedraaid. Ik heb het gevoel dat ook wel altijd een beetje in mijn muziek gevlochten zit. Maar nu heb ik inderdaad, nu luister ik wel verschillende bandjes. En heb ik zelfs ook dat ik sommige hip-hop dingen juist weer heel cool vind. En daar dan ook weer dingen uit kan halen. Dus, maar Taylor Swift blijft wel altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart. Ik zweef. En die staat ook op mijn kanaal onder titel Liefje. En dat zijn eigenlijk hele korte liedjes die gewoon over liefde gaan eigenlijk. En ik denk dat deze tot stand was gekomen toen ik van iemand de gitaar te lenen had. En die klonk heel mooi. En toen was het eigenlijk binnen een uur of zo. Ja, dan kan het echt de klank van een gitaar. En het feit dat ik ook heel verliefd was, kan dan heel snel een soort van tot iets moois leiden. Mensen die het hebben gekeken, bedanken voor
het luisteren en kijken. En jullie ook bedankt voor het komen en dit filmen. Applaus voor jullie!